Torenkraanmachinist moet je vooral zware lasten verplaatsen en hijsen die niet met de hand kunnen gedragen worden. Ik heb een opleiding gevolgd in de VDAB. Je begint daar met een afstandsbediening. Je moet proberen je last onder controle te krijgen. Als je die onder controle krijgt, mag je daarna naar boven gaan. Ik was vroeger eigenlijk al gamer. En door op het werk ook te werken met de joysticks, ben ik eigenlijk nu als gamer nog veel beter geworden. Een goede torenkraanbestuurder moet vooral over een goed dieptezicht beschikken en een verantwoordelijkheidsgevoel, want je bent met mensen onder u bezig, waarmee je toch wel rekening mee moet houden. Dieptezicht leer je vooral door boven te zitten en door te doen. Je kan het niet zomaar aanleren, je moet het doen. Sommige kranen hebben een camera en deze wordt op de loopkat gemonteerd. En daarmee kun je, als je achter de muur moet werken, je moet blind werken, dat je de last niet ziet. Met deze camera kun je de last toch zien en kun je voortgaan met je werk. Er staat in elke kraan dus een computer die aangeeft waar de kraan staat op welk moment. En die zorgen ervoor dat de twee kranen dus niet tegen elkaar kunnen botsen. We werken van 7 uur 's morgens tot 3 uur 30 in de namiddag. En we hebben om 9 uur 10 minuten pauze en om 12 uur 20 minuten en wij werken 5 op 7. Christophe, kom ik er een halve toer achter u voor dat paneel bij Andrada. Plezant is vooral dat je constante mensen kunt helpen. Iedereen heeft die nodig. En het is ook toch wel adrenaline soms dat je door je bloed krijgt en dat vind ik toch wel een uitdaging. Ik heb daarvoor in een fabriek gewerkt, maar ik was al kinds af aan altijd met graafkranen aan het werk. Dus het leek me wel een uitdaging om die opleiding te volgen en ik ben blij dat ik deze ook gedaan heb.